Een hele goede morgen, jongens. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van... Five of Us. De Five of Us, ja. Vanaf, nou ja, dus niet de vlogcamera vandaag. Maar toch wel een beetje. Dit is namelijk mijn DJI gimbal. Dat is eigenlijk onze allereerste cameraatje die wij hadden. En de beelden die zijn in principe prima. Het is alleen iets onhandiger vloggen. Maar goed, aangezien onze eigen camera stuk is... Dan doen we het hier vandaag mee. En ik ben vandaag met Oliver op pad. We gaan even wat dingen op de bus brengen. Ik ga het vertellen. We doen paspoorten te halen. We moeten paspoorten moeten we eventjes opsturen naar de ambassade. Ja. Want jullie nieuwe paspoorten die liggen klaar. Ik ben een beetje aan het klooien, jongens. Want er zit iets onder mijn stoel en ik kan de stoel niet naar voren schuiven. Oké, dat gaat beter. Ja, wij hebben een paar weken geleden zijn we naar Madrid geweest om nieuwe paspoorten aan te vragen. Voor Oliver en voor mij, want die waren bijna verlopen. Niet verlopen, einde dit jaar of zo. De nieuwe paspoorten liggen klaar, maar dan moeten we eerst de oude paspoorten opsturen. Want je mag namelijk niet twee paspoorten hebben. Maar goed, die nieuwe liggen dus klaar. Dus wij gaan even de oude op de bus doen. En we gaan even een envelop kopen voor de tekeningen die je voor oma hebt gemaakt. Ja. En we moeten ook naar hetzelfde paskantoor, omdat ik namelijk de weg naar Madrid een dikke vette boete heb gereden, omdat ik veel te hard reed. En die kun je dus betalen ook bij het postkantoor met korting. Ja, als je dus naar het postkantoor gaat en je betaalt zeg maar direct je boete, dan betaal je minder dan dat je hem later overmaakt of dat hij geïncasseerd wordt. Dus dat gaan we allemaal bij het postkantoor doen vandaag. Let's go! De enveloppen halen we even bij de Chinese winkel. In Spanje heb je heel veel van die Aziatische winkels. En waarbij ze... ruikt het wel heel lekker. Ja, het ruikt hier altijd een beetje naar een soort bierrookachtige dingen. Ja, maar in dit soort winkels hebben ze dus echt van alles nog wat gereedschap. Ruikt we gaan hier even enveloppen kopen. Ruikt hier ook een beetje van verf. Ja, het ruikt inderdaad ook een beetje naar verf. Dat kopen ze hier ook. Ja. En wij zoeken nu enveloppen. Ik denk dat we dat... Ja. Hier kunnen vinden, in dit pas. Wat is dit? Dat is verf. Oké, okay, heel boeken, veel papierboeken. En heel veel klokken. Heel veel klokken. Oh, en een Mickey Mouse klok. Ja, heel leuk. Kijk. Oh, heel leuk ook. Ik bedenk me nu dat ik ook nog even wat spul voor jullie school moet kopen. Kijk, dit is een mooie envelop voor jullie paspoorten. Die doen we voor jullie paspoorten. Oké, ja. Dan hebben we nog een papier nodig voor jullie mooie tekeningen naar oma. Oma heeft namelijk een kleine operatie aan haar hand gehad. Ik denk dat deze mooi perfect is. Ja. Oké, en meer? Even denken. Nee, dat was het eigenlijk. Draag ik ze. Gaan we even afrekenen. Als jij hier nou even de paspoort is. De envelop nog niet dichtmaken, want er moet nog een papiertje bij. Even kijken. Ja, dit is papa's paspoort. Die moet erin. Oh, dat is de mijne. Die moet er niet in. Die heb ik voor de zekerheid meegenomen om straks mijn boete te betalen. Oh, en Oliver zijn babypaspoort. Ja. Ja. Ja, en in jouw volgende paspoort staat een grote foto van jou. Ja. En je mocht je eigen handtekening zetten. Ja. Je naam, hè? Ja, dat is mijn handtekening. Toch? Jouw handtekening is jouw naam. Ik heb ook maar even papier gekocht, want ik bedacht me net dat ik niks... had uitgeprint om erbij te stoppen. Wacht nog even met dichtmaken, jongen. Het papiertje moet er nog bij. Bijgaand. De oude paspoorten. Lukt het al? Nee. Okay, dan mag je dit witte eraf halen. Okay. Dat is een soort stickertje. Ja. En dan kun je hem dichtplakken. En dan moet het adres nog op de voorkant schrijven. Oké, alsjeblieft. Dank u wel. Mag ik wel even helpen? Ja. Je moet pas één plakrandje dicht. Zo, plak maar dicht. Zo. Die sturen we dus op naar Madrid. Want daar hebben we ook jullie nieuwe paspoorten laten maken. En dan moet ik eerst even het adres er weer bij zoeken. Die is klaar voor de ambassade. Yes, die gaat naar de ambassade. Oké, okay, dan hebben we nog een envelop. Ja, voor oma. Kijk, deze is van El. Die heeft Ellie gemaakt. En mijne. En die van jou, die heb ik ook. Kijk, deze is van Vianna en van mij. En Vianna, de vingertjes zijn hier. En ze heeft de vlindertjes een beetje geverfd. Daar is de vlin. Dit zijn haar vingers. Ja. Nee. Ja. Dat zijn de vingers.
Ja, speciaal. Ja, gemaakt met haar vingers. En hier is die van jou. Ja. En er staat ook liefst Oliver. Is mama zo deed. Nou? Omdat dit de zee is. Mm-hmm. Ze zwemmen boven de zee. Ze zwemmen boven de zee. Ik vind ik bedoel, ze gaan boven de zee. Ja. Dan stoppen we die erin. Stoppen we erbij. Moeten we nog iets anders voor oma Wendy erbij doen? Een kaartje of zo? Dat is wel duidelijk zo. Nee. Kaartje. Mag ik dat doen? Haal het er maar af. Zo. Die gaat naar oma. Oma Wendy. Nou. Mama, weet je. Op met je post. Ja? Oh, hij is echt schattig. Hij lijkt een beetje op... Die gekke hond. Hij lijkt een beetje op... Oh, ja ook. Maar ook die uit onze straat, toch? Ja. Ja. Oké, naar binnen maar. Oké, moeten we versturen. Maar we moeten ook een boete betalen hier. Dat ga ik wel vragen als we aan de beurt zijn. Kijk, ik had te hard gereden. En ze hebben een foto van mij gemaakt. Nou ja, van de auto. Toen ik te hard aan het rijden was. Ja. Ging even niet goed daar. Het was, even kijken hoeveel. Ik weet niet hoeveel te hard ik ging. Als ik zeg maar nu betaal, dan is het 50 euro. En anders is het 100 euro de boete. Ik weet alleen niet hoe hard ik ging. 120 kilometer. Oh nee, ik ging 137 waar 120 mocht. Dus het valt nog mee. Ja. Oeps. Het is gelukkig bij postkantoor. Ja. Ik heb ook de boete betaald. Ja, maar deze keer of mama die camera laat vallen. Maar die dag was ik erbij, maar dat weet ik even niet meer. Ja, het was. Ik heb gisteren inderdaad mijn vlogcamera laten vallen. Of de vlogcamera laten vallen. Ik ga me inderdaad even naar een reparateur brengen. Maar we komen dus net bij postkantoor vandaan en ik heb de boete betaald. En dat kon alleen maar contant. Je kan hier dus alleen maar contant je boete betalen bij een postkantoor. En normaal gesproken dan... deze boete die had dan 100 euro gekost als ik hem niet voortijdig bij een postkantoor had betaald. En het heeft me nu 50 euro gekost plus administratiekosten van 5,88 euro. Dus in plaats van 100 euro aan boete heb ik nu 55,88 euro betaald. Nou, mooi. Maar dat is ook weer geregeld. Kun je in Nederland niet bedenken dat je korting krijgt op je boete als je dat contant betaalt bij het postkantoor. Wat er volgens mij überhaupt al niet meer in Nederland bestaat. Maar goed, hier dus nog wel. En het scheelt me 50 euro. We wilden eventjes onze camera wegbrengen bij de reparateur, maar die is dicht. Hij zou tot 2 uur open zijn, maar hij was helemaal dicht, hè? De deur was dicht. Maar we gaan nu kijken of ze hem kunnen maken. Nou, we gaan nu eventjes naar het heet El Corte Inglés. En dat is een soort bijenkorf. Achtige winkel, heel groot. Alleen dit is dan Corte Inglés rebajas, oftewel de korting variant ervan. Met allemaal ook merkspulletjes en speelgoed en zo. Ik ben er nog nooit geweest. Dus we gaan hier even een rondje lopen. Want het zat namelijk toevallig naast de winkel die dan dicht was om mijn camera te maken. Dus we gaan hier gewoon even een rondje lopen. Hele leuke klei. Kijken welke ik wil. Welke je wil? Ga je die voor je verjaardag vragen? Nee joh. Jawel, hè? Kijk, wat is dit? Een dino. Oeh, met geluid. Wel leuk. Hé, hey, die hebben jullie. Die onderste. Ja. Die. Ja. Ik wil deze. Ja, die is ook leuk, hè? Okay. En hier allemaal schoolspullen. Het lijkt een beetje op de V&D schoolcampus, wat je vroeger had. Ik wil die dino. Kennen jullie dat nog? De dino, vonden jullie die leuk? Ja, die vind ik leuk. Kijk deze dan, van Nemo. En kijk deze dan. Oh, van de Leeuwenkoning. En deze vind ik ook echt heel leuk. Lion King. Zo heet Lion King. En Engels. Oh, en die? Heel cool. En Mickey Mouse en Minnie Mouse. Mickey Mouse, Minnie Mouse. Ja, heel leuk. Oei. Dat ben jij. Oké, het is hier best wel groot. Dat had ik niet helemaal verwacht. Hier beneden allemaal make-up. Drogisterij. En hier allemaal kleren, kleding. En beneden nog een soort horecazaakje. Heel veel kamers. Heel veel kamers. Ja, daar lijkt het wel op, hè?
Ik weet niet wat het precies allemaal is. Boven ook nog allemaal? Kunnen we naar huis? We gaan nog even hier winkelen. Kom. Yes. Thank you very much. We hebben al een agenda gescoord. Een familie agenda. En een puntenslijper. Dan gaan we nu een rondje lopen. Op. We hebben weer wat, hè? Ja. Zal ik het vertellen? Ja, vertel maar. Weet je, dit is geen goed plan. Weet je, we gingen... We deden de hulp, kregen we hem niet. Toen wel, toen weer dicht. Toen gingen we hier naartoe rijden. En toen deden we de deur dicht. Even gaan, even terug. En dan kunnen we de auto niet meer in, hè? Nee, we kunnen inderdaad de auto niet meer in. Ja, ja, wij hebben zeg maar een auto waarbij het slot... Oh, oh mijn god. Oh, we hebben hem open. Ik weet niet wat er nu ineens gebeurde, maar ik moet heel gauw het batterijtje van mijn sleuteltje laten vervangen. Want we waren hier een half uur bezig om deze auto open te krijgen. Maar in één keer deed het slot het wel. Normaal gesproken, als je zeg maar de sleutel erin doet, dan draait hij helemaal door. En dan krijg je dus gewoon de auto niet meer open. En het batterijtje was ook nog eens een keer leeg. Dus ik kreeg de auto niet meer van het slot. Maar I don't know. Nu ineens doet hij het wel. Zo, een dagje. Elliot is ziek. En waar gaan wij heen op? Ga jij filmen? Ja, ik ga laten. Zal ik het laten zien? Ja. Kijk, dat. Gaan we alleen meedramen. Maar ze hebben het zo gemaakt. Hoe mooi, hè? Hier. We kunnen met deze app kijken en er zaten net als hij hebben roggen een skelet van kraakbeen. Ze zijn te herkennen aan hun afgeplatte lichaam. De mond met zijn sterke en korte tanden bevindt zich aan de onderkant en dit stelt ze in staat zich te voeden met krabben. Ze eten krabben al. Welke? Die hier op de grond ligt. Ik heb ze nou net krabben. Ja. Ik denk ook dit. Die denk ik ook, ja. Ik denk dat ze nu niet de krab aan het eten zijn. Hey, wil jij daarboven eens kijken? Want volgens mij is daar een piratenschip. Ja, ga je maar kijken. Stinkt het? Waarom doet ze weg op en weer dicht? Het hele scherpe tanden. Daarmee kunnen ze hem goed doden. Eén, twee. Wauw. 1 meter ver kun je springen. Papa, kom. Ja, klim er maar op. Ik heb er wel weer gelijk een dagvlog van, merk ik. Terwijl ik me had voorgenomen om niet al te veel hele dagvlogs te maken. Maar goed, als het
beestje kriebelt, dan moet ik er blijkbaar toch aandacht geven. Ik ben nu in het winkelcentrum, want ik ga namelijk trampoline springen. Eigenlijk was het de bedoeling dat we met het hele gezin gaan, maar Elliot is echt niet lekker vandaag. Dus die ligt lekker te slapen en Vianna lag lekker te slapen. En toen zei Oliver ook van, nou, ik heb ook geen zin om mee te gaan. Dus toen dachten we, ja, wat heeft het dan voor zin dat Mike dan ook meegaat? Of ik meega met z'n allen, zeg maar. Dus ik ga alleen. Ik ben alleen wel super te laat, want ik gooide namelijk net per ongeluk 50 cent benzine in mijn dieseltank. Volgens mij is het niet al te veel een groot probleem, maar goed, toch. Ik lekker handig weer. Ik ben bij het trampolinepark. Ik ga even mijn entree kopen en dan ga ik springen. Gisteren naar huis gegaan. En net voordat ik thuis kwam, geloof ik dat hij de hele bol overgegeven hebben. Ja. Dus alles zat onder het matras en de dekens. En nou heeft Mike gisteravond nog de donsdekens. We hebben donsdekens, heeft hij die van hem gewassen. Die hangt nu over het balkon. Maar ik vraag me af of dat nog goed gaat komen. Maar goed, dat was dus onze avondje gisteren. Nu gaat het gelukkig wel weer wat beter. En zijn we nu even met z'n tweeën op pad om zo even wat te gaan werken. Maar we zijn ook nog steeds onderweg op pad om de camera weg te brengen. Want dat ging natuurlijk gisteren ook doen met Oliver. Alleen was de zaak natuurlijk gesloten. Dus we gaan nu even naar een andere locatie. En ik hoop dat ik hem daar wel kan laten repareren. En dat ik hem hopelijk ook gewoon weer binnen een week terug heb. Of misschien dat ze vanmiddag daar al kunnen maken. Manjana. Je hebt er een hard hoofd in, hè? En die andere had ik wel binnen een week terug toen. Toen de lens kapot was. Nou, misschien anderhalve week, maar best wel snel. Ben je wel uitstappen? Ja, ik wil net zeggen, zal ik uitstappen? Dan ga ik het wel regelen. Ja, het is één blok verder. Oei, nou, daar was ik snel klaar. Hij maakt ze niet. Oh. Dus we gaan nu, denk ik, toch maar even bij die andere dan proberen. Nee. Ik zou het verkeren. Ja, ik hoop dat die dan nu wel open is. Maar gisteren auto was het ook 11:30, toen was hij gewoon dicht. Terwijl hij tot 2 uur open zou zijn. Dus ik snap het niet. Oké, ze zijn dus met vakantie. Van 14 tot en met 20. Het is nu 18. Dus kom ik volgende week terug. Super suf.